Goedenavond allemaal, zeer van harte welkom. Alweer de tweede webinar van het Linné-initiatief dit jaar. En ik mag hem voorzitten, ik ben een van de co-voorzitters van het Linné-initiatief. En we gaan vanavond met elkaar praten over wat werkt en waarom voor wat betreft waardegedreven zorg. En dat doen we naar aanleiding van literatuuronderzoek wat gedaan is. Literatuuronderzoek is gedaan in samenhang met de kennisagenda van het landelijk programma uitkomstgerichte zorg van VWS en de hoofdlijnakkoordpartijen. We zullen die kennis, die reviews ook gebruiken als lead voor de discussie hier. Dat doen we aan drie tafels, dat bent u wel van ons gewend. Zo doen we dat de laatste tijd eigenlijk altijd. Gaan we ook eigenlijk naar drie verschillende vraagstukken kijken. We gebruiken vanavond, ik zeg altijd maar de indeling van mijn collega, co-voorzitter, professor Willem-Jan Bos, waardegedreven zorg. Niveau 1 is de spreekkamer, het gesprek met de patiënt, samen beslissen. Niveau 2, het verbeteren aan de hand van PROMS van je zorgpraktijk. En niveau 3 is vergelijken met de buren, benchmarken en zelfs inkopen. Nou, die onderwerpen gaat u achtereenvolgens aan de drie tafels terugzien hier. Ik moet dan ook een paar huishoudelijke mededelingen doen. U kunt vragen inbrengen in de chat. Wij zullen proberen daar naar te kijken. We hebben best al veel vragen van tevoren ontvangen. Die gaan we ook adresseren aan deze tafel. De vragen waar we niet aan toekomen, die zullen we achteraf per e-mail proberen te beantwoorden. Want we hebben maar anderhalf uur tot half negen. En we stellen het heel erg op prijs als u na afloop even toch uw ervaring met ons deelt over hoe u het gevonden heeft vanavond, want dan kunnen we het de volgende keer weer nog beter doen. Even de aanwezigen, uw kijkers thuis of waar u dan ook bent, een mooie mix van zorgprofessionals, maar ook beleid en bestuur, business enzovoort is er weer. En we hebben ook gevraagd, hoeveel ervaring heeft u nou eigenlijk met waardegedreven zorg? En het overgrote deel van u zit in de middenmoot, zoals we het maar hebben genoemd, amateur professional. Een paar experts en een hele kleine groep beginners, die hebben met andere woorden nog niet aan waardegedreven zorg gedaan. Nou, we gaan het voor iedereen proberen zo interessant mogelijk te maken. We hebben het over PROMS en hoe die te gebruiken en wat dat oplevert. PROMS, even voor degenen die dat nog niet weten, dat zijn gewoon instrumenten, vragenlijsten die de patiënt invult. En die gaan over onderwerpen als kwaliteit van leven, angst, depressie, participatie, vermoeidheid, pijn. Die informatie, daar kun je dan wat op doen, meedoen op die drie niveaus. Wij gaan nu eerst met een polvraag bestoken, kijkers thuis. En die is bedoeld om te onderzoeken of u al PROMS gebruikt en zo ja waar. En dat proces gaat nu worden opgestart. En ondertussen gaan wij hier in gesprek. Er zit enige vertraging in. Wij hebben over 1,5 minuut het resultaat van wat u nu gaat invullen. Dus even, ik begin even bij Philip van der Wees. Ik zal de andere tafelgasten van de eerste tafel straks aan u voorstellen. Philip is fysiotherapeut en hoogleraar paramedische wetenschap aan de Radboud UMC. Philip, wachtend op het antwoord van de poll, wat hoop je dat daaruit komt en wat hoop je eigenlijk dat we vanavond gaan bereiken met deze sessie? Dankjewel. Goede vraag. Ik hoop dat we dat vanavond bijdraagt aan het gezamenlijk ontwikkelen van een visie op waardegedreven zorg. We zitten nog volop in de ontwikkeling van kennis. We bouwen kennis op het gebied van waardegedreven zorg. En in Nederland vraagt het toch weer om een eigen context, een eigen invulling. Anders dan bijvoorbeeld in Amerika, waar waardegedreven zorg, dat principe komt daar vandaan. En we moeten in Nederland onze eigen kleur eraan geven. En dat betekent dat je kennis moet opbouwen. En dat geldt ook voor het gebruik van PROMS. Want op het moment dat je kennis opbouwt, dan weet je wanneer je PROMS wel en niet kunt gebruiken, waarvoor je ze kunt gebruiken en waarom het wel of niet werkt. En dat helpt heel veel in de toepassing van in de praktijk. Dus ik hoop dat dat vanavond bijdraagt. Dat komt ook terug, want er is discussie over of die PROMS nou wel of niet helpen. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Jij zegt eigenlijk hopen dat we tot een soort van gemeenschappelijke koers gaan komen, hoe we dit in Nederland gaan doen. Is dat wat je hoopt? Ja. Oké. Nou, ondertussen kunnen we misschien even kijken naar de polls. Het loopt nog wel een beetje. Wat we zien is dat ze toch door een flink deel van u al worden gebruikt in de spreekkamer. Dat is verheugend. En ook voor leren en verbeteren. Dus dat zijn
ja, de twee belangrijkste toepassingen op dit moment. En ja, kosten, en daar gaan we het straks ook over hebben, en bekostiging nog veel minder. Ik herken dat beeld wel. Nou, dan laten we maar in gesprek gaan. Even niet nadat we de andere tafelgast hebben voorgesteld. Peter en Brand, patiënt, hè? Dat is heel verheugend. We gaan zo uitgebreid ook met jou in gesprek, want we hebben vanavond genoeg een patiënt aan tafel te hebben. Ze hebben veel te weinig, maar het is vanavond gelukt. Jan-Jaap Hendricks, KNO-arts Amsterdam UMC. Philip heb ik al voorgesteld. En Maud, die is onderzoeker. En wat onderzoek je precies, Maud? Ik kijk heel erg naar het effect van PROMS, dus in de dagelijkse zorg. Ja. En verder heb ik... Dus in de spreekkamer? In de spreekkamer, okay. Ja. Dat zijn twee termen die je eigenlijk, beide kunt gebruiken. Ja. Maar dagelijkse zorg is een net wat breder begrip. Dus daarom spreken we daar vandaag over. Maar inderdaad, van individuele patiëntdata. Ja. Dus jouw onderzoekstopic is, hoe kun je PROMS in de spreekkamer gebruiken om de zorg te verbeteren? Is dat een goede samenvatting? Ja, en daarbij kijk ik inderdaad ook naar barrières die een rol spelen. Kun je er wat over vertellen eigenlijk? Over het literatuuronderzoek? Ja, hoe je dat doet, hoe je dat aanpakt. Nou ja, we hebben een heel uitgebreid, ik pak ook even de dia erbij, uitgebreid literatuuronderzoek uitgevoerd om eigenlijk ook te kijken van wat is nou het effect van PROMS dus in de spreekkamer of in de dagelijkse zorg en welke mechanismen spelen daar of factoren spelen daarin een rol die eigenlijk dat effect daarin meehelpen of juist niet in meehelpen. En daarbij keken we eigenlijk naar verschillende uitkomsten. Dus is er een effect op processen van zorg? Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld patiënt-zorgverlenercommunicatie. Of verbeteren de uitkomsten van patiënten, bijvoorbeeld op mentaal functioneren of kwaliteit van leven als je PROMS gebruikt. Dat zijn de uitkomsten van zorg en ervaringen van zorg. Dus wordt de patiënttevredenheid bijvoorbeeld verhoogd? Ja. Daar hebben we een heel grote literatuurstudie voor uitgevoerd. Het is literatuuronderzoek, hè? Ja. Okay. Klopt. Nou, laten we even kijken, want ik ga even naar de overkant van de tafel, want daar zitten de patiënt en de dokter. En even kijken of zij een idee hebben over welke factoren zij belangrijk vinden al op dit moment. En dan kom ik straks bij jou terug en dan toets ik of dat ook uit de literatuur komt. Christian. Je hebt het gezien, hè? Dus die poll die zegt, zo'n 30%, ik weet niet hoe het geëindigd is, maar best al veel, hè, van de kijkers. Dat is natuurlijk een selectie van mensen die enthousiast zijn over waarde gedreven zorg, want anders kijken ze niet. Maar toch al 30% gebruiken die PROMS. Wat vind je daarvan? Valt je mee of tegen? Nee, dat valt me reuze mee. Ja. Ik heb de eerste keer, ik heb een aantal keer ingevuld. En de eerste keer denk ik, er staan er wat vragen in. Het is een hele lijst. Alles komt wel voorbij zo'n beetje. Zaten er vragen bij waarvan je dacht, het is een verrassing dat ze dat vragen? Of vond je het goede vraag? Nee, ik kan me voorstellen, kijk, die vragen die zijn voor iedereen anders, denk ik. Ja. Om in te vullen. Ja. En zoals ik erin sta, ik heb een heel goed contact met meneer Hendricks. Die heeft keurig uitgelegd waar het over gaat. Van tevoren dacht ik, we gaan aan beginnen aan die operatie en dat heb ik heel klaar. En dan komen die vragen achteraf, heb je daar last van? En wat je net ook allemaal zei. Ja, dat valt eigenlijk allemaal reuze mee. En dan zijn er altijd ups en downs natuurlijk. En het is nooit zoals het daarvoor was, voor de operatie. Dus ja, dan moet je tegen jezelf zeggen, dat wordt het ook niet. En klaar. Want hoe gaat het dan? Je vult die vragenlijstje van tevoren in en dan ga je naar Hendricks toe. Hè? Ja. Die gaan we ook bevragen natuurlijk zo. Ja. En hoe gaat het dan? Hoe begint dan het gesprek? Nou, de heer Hendricks die pikt daar de vragen uit die erop vallen, die wat negatief zijn, of waar je negatief op reageert in ieder geval. Hij vraagt dan, hoe zit dat dan? Daar geef je daar antwoord op. Ja. En dat kan de ene maand anders zijn dan de andere maand. Ja. Dus kijk, die vragen die zijn toch niet altijd met die operatie van doen natuurlijk. Dat kan ook over je gemoed zijn wat heel andere oorzaken heeft. Ja. Maar dat vul je dan wel in. Ja, dus vind je dat prettig, dat er ook andere onderwerpen... Ik ben eigenlijk niet zo prater, eerlijk gezegd. Dus het helpt jou wel. Ja. Nee, maar het is, je vult het in naar eerlijk geweten. Jan-Jaap, jouw reactie, wat vind je van die 30%? En vertel eens, hoe helpen die PROMS jou om dat consult met CretiaM beter te laten wel? Als je kijkt naar die poll, wat me
is de... Ik zou in de eerste groep zitten. Het helpt mij in het gesprek met de patiënt. Ja. Terwijl het verbeteren van en op geaggregeerd niveau naar kijken, dat is in mijn beleving nog zo moeilijk. Mm-hmm. Want we hebben nog zoveel case-based variabelen en allerlei variabelen die bij de verschillende patiënten zitten. Dat vind ik echt nog een hele moeilijke stap om te maken. Zeker vanuit de spreekkamer. En nou ja, zoals Christian zegt, in de spreekkamer helpt het mij enorm in het to the point brengen van een gesprek. En ik heb maar 10 minuten. En in die 10 minuten wil ik een wezenlijk consult hebben. En vroeger had ik een soort van standaard rijtje van 4. Wat ik vroeg van oké, dit. En dan klinisch onderzoek en vandaar weer verder. Ja. En nu die 4, dat zijn er eigenlijk 3 geworden. En ik pak er nog eentje vanuit die vragenlijst. 1 of 2 van die vragenlijsten. Maar dat is iedere keer, bij iedere patiënt is dat dus een ander. En het kan bij dezelfde patiënt de ene maand een andere vraag zijn als de andere maand. Ja. En je hebt het over die 10 minuten gehad. Krijg je consult nog wel af in die 10 minuten? Ja. Dus je zegt kost geen extra tijd? In het begin wel. Mm-hmm. En in het begin moet je leren om daarna te kijken. En daarna kost het je geen extra tijd. Nee. Maar dat is het. En het lastige is dat je heel veel binnen de geneeskunde... leer je in je opleiding, en ik heb dit niet meer gehad tijdens mijn opleiding. Ja. Dus ik heb het me on the fly moeten leren. Ja. En dat is wel een van de moeilijkheden, en dat zie je ook wel in die review. Ja. Van, ja, wat werkt wel? Ja, daar gaan we ook straks wat over zeggen, denk ik. Ja. Ik merk dat daar, daar moet je, daar ontwikkel je zelf tools voor, van zo werkt dat. Ja. He, want daar willen we het natuurlijk ook graag over hebben van wat is nou belangrijk. Hè? Want jij zegt ik gebruik het, wil nog even van je weten. Wat heeft nou eigenlijk echt verbeterd aan de zorg voor Chrétien? Stel je voor, 3 jaar geleden deed je het nog niet, kreeg je patiënt met dezelfde aandoening. Waarom is die zorg aan Chrétien nu beter, nu je die prompts hebt? Omdat wij stellen veel vragen. Maar daarmee heb ik een enorm domein per patiënt bij iedere controle afgedekt. Mm-mm. En ik heb nu andere domeinen afgedekt als dat ik dat vroeger had. Ja. En ook bijvoorbeeld, om een voorbeeld te doen. Ik zit in de oncologie. De meeste van mijn tumoren komen terug in de eerste 2 jaar. Als iemand in het 4e jaar van zijn follow-up zit en op de vragenlijst komt angst voor progressie en is storen hoog, dan heb ik daar een actieve gesprek over. Ja. Dat was niet een gesprek waar ik... Daar was ik af en toe eens een keer over begonnen. Mm. En heel soms had je een patiënt dat je dacht, dan keek je die in die ogen en dan dacht je, gaat dat helemaal goed? Mm. En daar helpt die vraag mij. Ja. En daar helpen de antwoorden op die vragenlijst. Het trekt jouw aandacht naar waar het voor de patiënt echt om gaat op dat moment. Ja, ik denk in ieder geval dat het... Ja. Dat is, het vind je dat ook, Chrétien? Herken je dat wel? Zonder, ja. Maar je bent niet zo'n makkelijke prater, zeg je zelf, maar komt hij toch makkelijk to the point, omdat jij die vraag hebt? Ja, uiteindelijk praat ik natuurlijk wel en geef ik antwoord, dus dat zo is dat wel niet. Maar kijk, van al die vragen, het zijn er nogal wat, zijn er een paar die wisselen. Mm. Maar dat hoeft niet, wat ik al zei, dat hoeft niet per se met die operatie te maken. Nee. Maar door daar toch op door te gaan met z'n tweeën, nou, dan kom je eruit. Dat is het dan. Ja. Beter gesprek voor jou eigenlijk sneller toegeleid naar hetgene waar het op dat moment voor deze patiënt over gaat. Ja. Ja. En je hebt er een tijdje ervaring, hè? Dus je hebt gezegd, ik heb het helemaal moeten leren, want we zijn er niet in opgeleid. Wat zijn nou belangrijke succesfactoren om dit te gaan doen? Dit is de praktijkervaring en dan komt zo de literatuur. Eén is ondersteuning vanuit de ICT. 2 is je als zorgverlener realiseren dat je geen verstand hebt van vragenlijsten. Nee. Dat echt gewoon een vak apart is met echt specialistische kennis, waarin je of de kennis moet vergaren of je heel goed moet laten adviseren door mensen. Dus dat zijn denk ik belangrijke dingen. En het andere is, en dat is meer vanuit mijn eigen spreekkamer, ook maar gewoon doen. En ik heb goede consulten gehad met patiënten over vragenlijsten. En ik heb ook wel slechte consulten gehad. Dat ik niet boven water kreeg wat er in die vragenlijst zat. Oké. Nou, wat komt er uit het onderzoek? Nou, wat is belangrijk?
We hebben ons gebaseerd op een heel grote Cochrane review die recent is uitgevoerd. En daar hebben we eigenlijk strengere inclusiecriteria op losgelaten. En daardoor hebben je we uiteindelijk... Je hebt de Cochrane overgedaan, maar dan alleen beter. Ja, precies. Ja, ja. Okay. Ja, eigenlijk dat, ja. En uiteindelijk hebben we 59 studies geïncludeerd. En daar hebben we meta-analyses op uitgevoerd. Daar kwam eigenlijk wel meeste naar voren dat toch wel echt die... patiënt-zorgverlener communicatie dus verbetert. Daar worden echt effecten op gezien. Dus als je wel prompts gebruikt in de zorg versus niet, dan is er dus een betere patiënt-zorgverlener communicatie. En dat hoor ik net eigenlijk ook wel een beetje met dat het gesprek verbetert. Meer dingen worden, problemen worden herkend, dat daarover gesproken kan worden. Daarnaast hebben we dus ook naar de uitkomsten van zorg gekeken en de ervaringen met zorg. En eigenlijk wat we vinden op uitkomsten van zorg, zoals bijvoorbeeld mentaal functioneren of kwaliteit van leven, daar vinden we kleine verbeteringen in. Dat moet wel met voorzichtigheid gezegd worden, omdat daar ook wel veel verschillende type studies in geïncludeerd zijn. En op patiëntenvredenheid vinden we eigenlijk geen effect. Mm. Waar dat aan ligt, dat weet ik ook nog niet precies. Ja. Dan eigenlijk verder kijkend naar wat voor factoren nou een rol spelen. Daarvoor hebben we subgroepanalyses uitgevoerd, ook weer op die verschillende studies. Daarbij zagen we eigenlijk, en ook uit onze ervaring zeg maar met de PROM-implementatie in de dagelijkse zorg... zien we dat eigenlijk het trainen van zorgverleners is echt wel een belangrijk aspect. Hij zegt het ook, ik ging aan de slag zonder... Zeker. Dat is wel echt een belangrijk aspect. En dat ook wordt uitgelegd, hoe bespreek je nou die uitkomsten? Hoe zijn de scores te interpreteren? Die worden teruggekoppeld. Dus dat is voor ons, dat is ook een belangrijk aspect. Dat die visualisatie van de PROM-uitkomsten duidelijk is en gemakkelijk en snel te interpreteren. Als daar natuurlijk heel veel ingewikkelde cijfers staan, dan zorgt dat mogelijk wel voor een consultverlenging natuurlijk. Mm. En het is eigenlijk allemaal met... In principe zou met het gebruik van prompts ook het consult inderdaad efficiënter kunnen verlopen. Komt dat ook uit die literatuur? Maar dit is iets wat je heel vaak hoort als bezwaar vooraf tegen deze innovatie. Hè? Van dat is extra corvée, want we moeten al zoveel registreren en nou komen jullie ook weer met die prompts. En dan moet ik ook nog met de patiënt over de prompts gaan praten. Dus wat is daar nou de wetenschappelijke evaluatie van? Nou, er zijn helaas in onze review zijn er maar weinig studies die daarnaar gekeken hebben. Mm-hmm. Waarbij dus de ene studie wel echt meer efficiëntie vindt en de ander blijft het gelijk. Ik weet wel uit eigen onderzoek van onze onderzoeksgroep rondom het KlikPromportaal werd daar geen significant kortere consultduur gevonden, maar wel... dat de consultuur iets korter werd. Dat interpreteren wij dan als volgt, dat eigenlijk door het gebruik van die prompts er directer op de juiste gebieden aandacht kan worden besteed. Ja. Dat hoor ik net ook wel een beetje terug. Hij zegt zelfs, de rest is al afgedekt door die vragenlijst, dus daar hoef ik het niet meer over te hebben. Ja. Toch? Ja, dus dat zei je? Of. Dat is heel zwart. Nu ga je een beetje ver, want dat vind ik een van de moeilijkheden van de vragenlijsten. Want we stellen de vragenlijsten en die stellen we op als, dit zijn de onderwerpen die we willen bevragen bij de patiënt. Maar we weten niet hoe betrouwbaar dat als het ware is. Dus om ze als screeningsinstrument te gebruiken en om ze te gebruiken met, deze items heb ik afgedekt. Dat vind ik spannend. En daar, dus... Van, zoals ik zei, van de vier vragen die ik iedereen stelde, heb ik er ook nog drie die ik gewoon voor over heb gehouden. En die, voorlopig gaan die er nog niet uit. Nee, Ook dat zou een interessant onderwerp van onderzoek zijn. Hè? Ja, als we het wat efficiënter kunnen maken, dat is toch ook niet verkeerd. Ja, zeker. Ja, wij werken bijvoorbeeld bij Klik en ook bij het PROM expertisepunt in het Amsterdam UMC ook met kleurtjes bijvoorbeeld. Kun je even uitleggen wat het is, Klik? Ja, zeker. Dat weet misschien niet iedereen. Dat weet misschien niet iedereen. Het Klik PROM portaal is eigenlijk een online portaal waarin allerlei prompts zijn ingebouwd die in de dagelijkse zorg voor patiënten kunnen worden gebruikt. Het is oorspronkelijk
mogelijk ontwikkeld in de kindergeneeskunde in het Emma Kinderziekenhuis. En nou ja, wordt nu geïmplementeerd in verschillende ziekenhuizen in heel Nederland. En nou ja, sinds 2019 zijn wij ook betrokken als klikteam, zeg maar, bij het PROM-expertisepunt in het Amsterdam UMC, waar we via Epic PROMs, dus via het elektronisch patiëntendossier, PROMs implementeren. Ja. Oké. Okay. Even terug, hè, samenvatting. Ik denk wat jullie samen zeggen, wat belangrijk is, is opleiding. Hè? En dat, daar heb ik jou een pleidooi voor, Zou. Jij bevestigt dat eigenlijk. ICT hoor ik zeggen. Jij hebt het over dashboard, hè, dus dat is niet helemaal één op één hetzelfde. Maar dat zijn de twee belangrijkste kritische succesfactoren. Zijn we er nog vergeten dan? Kijk ook even naar Kritje. Nee, dat is allemaal heel erg aan de kant van ons. Hè. Dus wat is nou voor jou belangrijk om die vragenlijsten waardevol te vinden? Nou, dat is wat Jan-Jaap ook zei, dat alles afgedekt is. En dat je dat, als je dat ingevuld hebt en je gaat er samen even doorheen, dat je inderdaad wel alle gemoedstoestanden te pakken hebt gehad. Ik geloof dat het daarom gaat. Ja, je moet er dus wel doorheen, hè? Hij zegt het letterlijk. Want als, nou, niet al die vragen. Als Jan-Jaap dat twee keer niet doet, vul jij de derde keer die lijst niet meer in, toch? Jawel, doe wel. Okay. We moeten niet zo blijf ik gewoon. Akkoord. Ja, nou, Filip, kom ik even bij jou. Hè. Er is onlangs, ik geloof half maart, is er een advies gekomen van het programma Uitkomstgerichte Zorg over generieke prompts. En jij zat in de werkgroep die dat advies heeft voorbereid. Nou, kun je daar wat over vertellen? Herken je in de discussie elementen die ook in jullie werkgroep en in het advies terecht zijn gekomen? Ja, wat is nou de betekenis voor de dagelijkse praktijk van de zorg van jullie advies? Ja, nou, ik denk dat het heel mooi voortbeduurt op wat we net aan tafel bespreken. Is dat je zegt, ik heb 10 minuten consult, dan moet ik efficiënter zijn. Dan moet ik de dingen naar boven zien te halen die voor de patiënt belangrijk zijn. Dus dat betekent dat je die vragenlijsten, die uitkomsten die je meet met die vragenlijsten, ook zo simpel mogelijk moet gebruiken en inzetten. En waarbij het ook voor de patiënt niet zo moet zijn dat hij bij de ene zorgverlener de ene vragenlijst in moet vullen, bij de andere een andere vragenlijst en bij een derde nog weer een andere vragenlijst. Want dat is de dagelijkse praktijk van vandaag. Je vult je wezenloos in op al die vragenlijsten. En dat komt door het enthousiasme van zeg maar het invoeren van waardegedreven zorg. Dus die bedoeling is natuurlijk heel goed. Maar het is daarmee een beetje een rommeltje geworden. Doordat we zoveel vragenlijsten op de patiënt afvuren. Dat je zei het al, van, ja, je zit best veel vragen in te vullen. Dus wij dachten, als het ons nou lukt om eens wat eenduidigheid aan te brengen in het aantal vragenlijsten wat je moet invullen. En als ik bijvoorbeeld bij de een van de uitkomsten die we bijvoorbeeld gekozen hebben, is vermoeidheid. Als je daar nou één vragenlijst voor kiest die bij de ene zorgverlener, of het nou de medisch specialist is, of de verpleegkundige of de fysiotherapeut, dat die vermoeidheid met één vragenlijst gemeten wordt, de patiënt er maar één keer hoeft in te vullen. En wij in het ziekenhuis, bij ons in het Radboud UMC, kun je dan in het dossier van de patiënt die scores zien. En dan hoef je dat niet 3 keer uit te vragen en niet met verschillende vragenlijsten. Nou, dus we hebben voor 8 uitkomsten hebben we een kernset aan vragenlijsten gekozen, zeg maar, met een landelijke werkgroep. En eigenlijk daar ook 1 voorkeursprom uit ontwikkeld. Die is gebaseerd op de PROMIS meetinstrumenten. Dat is een instrumentarium waarin je met korte, maar ook met zogenoemde computeradaptieve testen kunt meten. Dus dat is een heel flexibel systeem, een meetsysteem, waarin je in een paar vragen de goede dingen kunt vragen aan mensen. En voor die 8 uitkomsten hebben we dus een PROM samengesteld. En als je alle vragen bij elkaar optelt, kom je op 27 vragen uit. En dan doen we dingen als kwaliteit van leven, fysiek functioneren, mentaal functioneren, sociaal functioneren, maar ook dingen als pijn en vermoeidheid. Nou, daar heb ik er al 6. Ik vergeet er nog 2, volgens mij, hoe mensen zich in het algemeen hun gezondheid ervaren. En die mentaal functioneren, dat wordt weer ondergesplitst in angst en depressie. Dan heb ik ze alle 8. Dus dat zijn de 8 dingen die we uitvragen met 27 vragen. En als het lukt, als het ons dat lukt om in Nederland dat in te voeren, ja, ik denk dat we dan een hele stap gezet hebben om het eenvoudiger te houden en simpel te houden. Dat is belangrijk. Want die 27 vragen, dat zijn alleen nog de generieke prompts. Hè? Ja,
Daarbovenop zou je natuurlijk nog best specifieke dingen kunnen vragen. Als je ook nog domeinen ziektespecifieke erop wil zetten, wordt die lijst natuurlijk langer. Hoe lang was de lijst die jij moest invullen iedere keer? Alles wat net als tafel op tafel kwam, dat zit er wel in, wat ik daar zo zie. Hoeveel vragen al die vragen die herken ik wel. En hoeveel vragen moest je beantwoorden dan, Chrétien, op die vragenlijst die je van hem krijgt? Ik heb ze nooit geteld. Voor je te veel? Voor je te veel? Te lang? Nee. Had je er moeite mee? Nee, niet. Nee. Oké. Ja, we gaan naar afronding van deze tafel. Ik wil aan jou vragen hoe we nou verder moeten met de implementatie van die prompts. Hè. Ondanks die 30% eigenlijk best verheugend van in ieder geval de kijkers van vanavond. Ik denk dat dat niet de afspiegeling is van het land. Hè. Nee. Dus maar toch verheugend. Hoe moeten we verder? Hoe gaan we verder hiermee? Nou ja, het is heel mooi, denk ik, dat er wel nu een effectstudie is uitgevoerd, dat er dus effecten zijn gevonden. Ik denk dat er verder voor het gebruik van prompts is er gewoon ook wel ondersteuning nodig, waarbij eigenlijk een multidisciplinair team betrokken is. Dus inderdaad ook weer de ICT, prom-experts, onderzoekers en implementatiespecialisten. We hebben weer ontzettend veel nodig. Hè? Ja. Filip, wat vinden jullie daarvan als werkgroep en is die ondersteuning er eigenlijk wel? Nou, nee, de ondersteuning op technisch gebied moet echt nog, daar moeten we echt nog stappen zetten. Jij noemt het als voorbeeld, de ICT is echt een belangrijke verantwoordelijkheid. Kijk, als het in het begin al misgaat, dat is net als je op je telefoon een nieuwe app moet gebruiken of iets ergens moet inloggen en het lukt niet, dan heb je de neiging, dan doe ik het niet meer. Ja. Dus het moet zo makkelijk mogelijk. Dat is de eerste stap. En het tweede is, en ik vond dat heel mooi in de voorbeelden die jullie samen gaven over de rol die je als patiënt en als zorgverlener hebt, is dat zo'n vragenlijst is ondersteunend voor het gesprek. En die helpt om dingen boven tafel te krijgen of dingen op te attenderen die anders misschien niet besproken worden en dan vergeten worden. Dus, en meer dan dat is het ook niet. Hè. We moeten het ook niet spannender maken dan dat is. Maar het is wel een heel belangrijk onderdeel van dat gesprek. Ja. Maar ik krijg toch nu uit wat Maud zegt en ik ook wel wat aanwijzingen van Jan-Jaap eerder in het gesprek. Het idee dat we ontzettend veel moeten inregelen om wat jij noemt uiteindelijk iets heel eenvoudigs te gaan implementeren. Ik hoor van jou nou ICT en datadeskundigen, implementatiedeskundigen, daar heb je er heel weinig van. Hè. Is dat doable nou wel voor de dokters van nu? Ja, jullie mogen er allebei wat van vinden. Nou, ik wou zeggen, er is vanuit uitkomstgerichte zorg zijn er ook wel nu coaches en ondersteuners waar vragen gesteld kunnen worden ook over het implementeren van prompts en hoe je daar mee aan de slag kan gaan. Dus ik denk dat dat een heel mooi initiatief is en al een heel mooie vooruitgang. En ik misschien daarop aanvullend, ik weet dat jullie in Amsterdam, op het Amsterdam UMC, ook echt een heel mooi, zeg maar, ook een team hebben die afdelingen ondersteunt in het starten met metingen, hoe je dat dan moet doen. Ja. Wij doen het in het Radboud UMC nog lang niet goed genoeg, maar daar ben ik hebben jullie dat niet beetje jaloers op. Ja, we beginnen nu ook die discussie over die generieke prom. Ik zeg, nou laten we dan eens met elkaar Radboud UMC breed dit eens proberen in te voeren. Dus dat begint nu wel eens te komen. Ja. Dus maar ik kijk af en toe een beetje jaloers. Ik mag het eigenlijk niet zeggen, want ik heb een andere rol vanavond, maar dat is wel ook de koers die we in mijn ziekenhuis, Erasmus MC, hebben gedaan. Ik denk dat centrale ondersteuning met een team wat concreet dingen komt inrichten met je, dat cruciaal is. Hè. Eigenlijk zeg jij dat ook. Dus als je dat niet hebt in je ziekenhuis, dan wordt het toch wel heel erg lastig. Ja, dat maakt het ook voor het ziekenhuis behapbaar. Ja. Zeker. En je kunt ook zorgen dat we allemaal hetzelfde instrument gebruiken waar jij voor pleit en dat niet iedere afdeling denk dat de dokters zelf goede vragenlijsten kunnen verzinnen. Want dat heb jij ook gezegd hè, vanavond. Dan moeten we daar helemaal weg van blijven als zorgverleners. Generieke prompts, hè, hebben we het over. Helemaal wegblijven is tot daar aan toe. Maar bij die generieke prompts is dat inderdaad wel. Daar is een soort van over het ziekenhuis breed of over de. Ja. Is daar echt wel wat. Dat is een vak apart, zeg jij. Hè? Dus dan moeten wij. Maar voor de ziekte. Dus uit bescheidenheid meekijken, maar. Voor de ziekte specifieke prompts wel. Ja. En die zijn in mijn ogen minstens net zo belangrijk. Maar Oké. We hebben nog anderhalve minuut. En ik wil van jullie allemaal eigenlijk even horen wat je nou de kijker mee wil geven over dit onderwerp. Het gebruik van prompts in de spreekkamer.
Zal ik van start? Okay. Nou, ik denk dat het heel belangrijk is om alle gebruikers goed te betrekken vanaf het begin. Ze daar ook dus in te trainen, wat ik al een paar keer heb gezegd. En de generieke prompts is denk ik een heel mooie start om mee te beginnen. En die dus ook op een eenduidige manier te visualiseren in de zorg. Zodat ze uitkomst goed te interpreteren zijn en het gebruik wordt gefaciliteerd. Blijf jij zelf helpen na je promotie om ons verder op weg te krijgen? Of nou, dat hoop ik wel. Ja. Inderdaad als postdoc-onderzoeker. En dan zijn er nog genoeg onderwerpen waar we ons goed in kunnen verdiepen. Inderdaad, hoe moet je nou prompts goed terugkoppelen, visualiseren? Hoe koppel je het aan samen beslissen bijvoorbeeld? Dat soort onderwerpen. En bijvoorbeeld mensen met laaggeletterdheid. Dat is ook altijd een belangrijk thema. We hebben het hier natuurlijk nog niet over gehad, maar zeker een belangrijke. Ja. En dus is ook nog heel veel wetenschappelijk te verhapstukken hieraan. Dus het zou goed zijn als je door zou gaan. Ja. Filip, wat wil jij de kijker meegeven? Ja, ik denk wat we net al besproken hebben, is dat zorg ervoor dat die prompts gebruikt worden ter ondersteuning van het gesprek. Zodat de patiënt en de zorgverlener samen kunnen bekijken welke problemen belangrijk zijn voor de patiënt en waar je dan ook gezamenlijk besluit over kunt nemen wat je ermee gaat doen. Ja. Als het daarbij helpt, dan heb je volgens mij goud te pakken. Dankjewel. Ja. Begin ermee. Gewoon doen. En dan laat je en ondersteunen, maar vervolgens je ontwikkelt je eigen stijl in hoe met die vragenlijsten, hoe dat je helpt in de spreekkamer. En aan de ene kant zijn al die onderzoeken super geweldig, maar iedere dokter heeft zijn eigen spreekuurstijl, heeft zijn eigen spreekkamerstijl. En ik ben ervan overtuigd dat het voor iedereen een waardevolle toevoeging is voor de patiëntenzorg die aan het leveren is. Ja. Oké, dus wees nieuwsgierig, ga het gewoon proberen, zeg jij. En ook al voordat we die dashboards en die ICT en alles goed hebben geregeld, want jullie hebben net gezegd, dat is allemaal wel heel belangrijk. Het is allemaal heel belangrijk, maar je kunt het dat kun je prima doen zonder. Het kan ook zonder. Ja, zelfs op een blaadje. Zelfs op een blaadje. Dankjewel. Het laatste woord is aan de patiënt, Gretje. Nou, kijk eens aan. Nee, met al die vragen die daar staan, als je die invult, dan komt daar een uitslag uit. Ja. En er zijn een aantal punten die je er gewoon uit kunt halen, die de arts eruit kan halen. Nou, dat zijn wel pijnpunten, dus ga daarop in. Dus ik denk dat het nooit. Ik heb er nooit geen probleem mee gehad om het in te vullen. Raad je het aan collega-patiënten aan? Misschien kijken die ook vanavond. Ik zou het zeker invullen, ja zeker. Ja. Dank jullie wel. Het is tijd om naar de tweede tafel te gaan. Heel erg bedankt voor jullie aanwezigheid en inbreng. Ja, we zijn terug met nieuwe gasten aan tafel en we gaan het nu ongeveer 25 minuten hebben over een andere toepassing van prompts, namelijk het leren en verbeteren van je zorgpraktijk. Dus niet het gesprek met één enkele patiënt, maar wat kunnen wij beter doen in onze eigen zorgstraat. We hebben een stelling en we willen heel graag, beste kijkers, dat u daar even op reageert om ons een beetje te stimuleren tot het goede gesprek hier aan tafel. Terwijl u die poll invult, gaan we alvast even een rondje langs de tafel maken. En we gaan van links naar rechts voor u, tegen de kok in, denk ik. Maarten Deur, onderzoeker in het Erasmus MC. Welkom. Floris van Zijl, KNO-arts, ook Erasmus. KNO doet veel aan waardegedreven zorg. Hè. We hadden het al even in het voorgesprek over. Is daar een bijzondere reden voor mijn nieuwsgierigheid? Of is dat de KNO-kunde is gewoon enorm vooruitstrevend en ambitieus vak. Ik denk dat het toch is, Arie. Ja. Nou, dankjewel. Mooie reclame voor je vakgebied. Martine de Bruyne is hoogleraar sociale geneeskunde in het Amsterdam UMC. En met als speciale leeropdracht kwaliteit voor zorg. Hè. Martine, dus welkom. Hanneke van der Wal uit Groningen. En jij bent verpleegkundig wetenschap, maar je doet ook nog praktijk, hè, geloof ik. Ik ben nog betrokken inderdaad bij de patiëntbesprekingen. Maar sta je nog op de vloer? Geef je nog
zorg als ik sta niet meer op de directe verpleegafdeling. Ik ben wel betrokken er nog bij. Oké. Nou, welkom allemaal. Laten we gaan beginnen. En we zien nu de uitslagen van de antwoorden van de kijkers op de volgende prikkelende stelling. De belangrijkste uitkomsten voor de evaluatie van de zorgcentrum PROMS. De belangrijkste uitkomst. En daar zegt maar liefst de helft van de kijkers van dat zij dat ook zo vinden. Nou, Maarten, laten we bij jou beginnen. Vertel eens wat over die review eerst die je gemaakt hebt. Dankjewel, Arie, voor het woord. En hartstikke mooi dat we onze resultaten hier mogen delen. Ja, wij zijn eigenlijk de vervolgstap van de vorige tafel. Er is een hoop data natuurlijk verzameld door het gebruik in de spreekkamer. En op basis van die data kan je ook leren als zorgprofessional of als afdeling. En onze review die gaat dus over dat onderwerp. Waarbij ik vanuit de KNO en Erasmus een samenwerking met het team van Martine de Bruyne, waarbij we dus een literatuuronderzoek ook weer hebben gedaan naar het leren en verbeteren op basis van geaggregeerde patiëntgerapporteerde uitkomsten. En ons onderzoek, waar ik ook een slide van heb, die de kijkers misschien thuis zien, we hebben enkele onderzoeksvragen, waarbij we vooral geïnteresseerd waren is welke methodes van kwaliteitsverbetering worden gebruikt als het gaat op het gebruik van geaggregeerde PROMS. Dus welke worden in de literatuur beschreven? En wat zijn de effecten? Welke partijen zijn er mee bezig? En heeft het daadwerkelijk ook een effect om te leren en verbeteren op basis van je eigen data? Ja. En als laatste, en dat is wel echt een toevoeging van onze review, is dat we ook kwalitatief onderzoek hebben meegenomen. Ook omdat we zien dat het een jong onderzoeksveld is, maar we wilden wel handvatten geven voor onze lezer om ook hiermee aan de slag te gaan. Dus we hebben de belemmerende en de bevorderende factoren hebben we opgeschreven en die proberen we onze lezer ook wel echt mee te geven. En uiteindelijk, ja, zoals ik al zei, een jong onderzoeksveld, 13 kwantitatieve studies en 3 kwalitatieve studies hebben we uiteindelijk mogen includeren. Ja. En even die vraag 1, hè, want ik vind het nog een tikkie abstract gesteld. Staat daar nou gewoon van, team, hoe kun je nou met die data leren en verbeteren? Is dat de vraag? Ja, dat is eigenlijk de vraag. Ja. Ja. Oké. Nou, laat maar eens naar de buurman. Ik kom natuurlijk terug bij je bevindingen zo, maar laat maar eens naar de buurman gaan. Want dat is zo iemand, hè, die gebruikt die prompts om te leren en te verbeteren. Hoe doen jullie dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, wij doen dat eigenlijk door alle patiënten die we zien te includeren in een soort routine die we hebben gecreëerd. Waarbij patiënten gestandardiseerd vragenlijsten invullen, PROMS invullen. En dat doen ze voor de operatie en doen ze na de operatie. Ja. En daarmee meten we eigenlijk het verschil, dus ook de winst van zo'n operatie. Want ja, ik zou het er enorm mee eens zijn, want voor die neusoperaties geldt eigenlijk dat die PROMS bijna onmisbaar zijn. Ja. Het doel van zo'n neusoperatie is dat je of de ademhaling verbetert, de neusademhaling, dan wel het uiterlijk van de neus verbetert. Ja. Daar kunnen medische redenen voor zijn, een aangeboren afwijking of een trauma. En er zijn eigenlijk geen goede objectieve maatstaven om die twee uitkomsten te meten. Jullie hebben geen biomarkers daarvoor? Daar hebben we geen biomarkers voor, nee. Dat zou mooi zijn, dus maar die zijn er niet. Ja. En los daarvan vinden we sowieso eigenlijk dat die patiënten het meest gekwalificeerd zijn om te bepalen of het inderdaad ook goed gelukt is. Ja. Dus ja, de visie van de patiënt op zowel neusverstopping als uiterlijk is wat ons betreft onmisbaar. Ja, dus je doet een meting voor en na en dan heb je een verbetering of een verslechtering of het is hetzelfde gebleven en dan? Dan heb je die data en hoe gaan jullie daar dan als team mee aan de slag? Ja, nou dat kan ik wel toelichten. We doen er eigenlijk heel veel verschillende dingen mee, ook in de spreekkamer. Maar we gebruiken het inderdaad ook om te detecteren of er zaken zijn die we zelf beter kunnen doen. Ja. Je zit hier op de slide. Dat is iets wat we in waardegedreven zorg niet veel bespreken, hè, maar ik zeg zelf ook altijd, het meten van de uitkomsten verbetert die uitkomsten niet. Daarna moet je aan knoppen gaan draaien in het proces. En dat doen jullie dus ook? Nou, dat proberen we in ieder geval. Okay, het is moeilijk om te meten of dat nou daadwerkelijk ook een verbetering van zorg geeft. Mm-hmm. Maar het is in ieder geval enorm zinnig en leerzaam om te zien waar je eventueel steken laat vallen. En omdat
voor die neusoperaties. Even concreet te maken, wat bedoel je daarmee? Dat je anders moet opereren bijvoorbeeld? Ja, bijvoorbeeld. Of je voor andere technieken moet kiezen. Ja. Heb je dat al meegemaakt, dat er uit prompts aanwijzingen komen dat je dingen anders moet doen? Ja, zeker. Het is dan misschien wel leuk om even de dia te laten zien. Want daar zie je een screenshot eigenlijk van het dashboard wat wij gebruiken. Ja. En je ziet in deze grafiek een verdeling van de verbetering na operatie. Ja. In dit geval gaat het dan om een VAS score die over neusverstopping gaat. En hebben we inderdaad pre- en postoperatief daar het verschil van genomen. En elke kolom die je ziet, die, die geeft eigenlijk weer hoeveel patiënten een bepaalde scoreverandering rapporteren. En je ziet dat het mooi normaal verdeeld is, met een gemiddelde van 3,1 verbetering. Ja. En je ziet dat de mensen rechts van die curve zitten, die dus boven gemiddelde verbetering rapporteren. Maar ook jullie links doen het best goed, hè? Is dit een echt plaatje of is dit een fictief plaatje? Nee, dit is een echt plaatje, ja. Dit is de data van mijn collega Frank Datema, de aanzwengelaar van dit project. Dit geeft heel veel informatie. En met name die linkerkant is eigenlijk het interessantst, want dat zijn dus de mensen die niet zo goed verbeterd zijn, die zelfs in deze grafiek verslechterd zijn na de operatie. Ja. En het leuke is dat als je klikt op een van die kolommen, dat je dan ook de patiëntennummers te zien krijgt die bij die kolom horen. Ja. En dat zorgt ervoor dat je dus terug kan naar de status. Wat is hier nou misgegaan? En als je daar dan een soort van patroon in kunt ontdekken, dan kan je er echt op basis daarvan verbeteren. En we vonden dat van een aantal patiënten die te weinig verbeterden of echt verslechterden, dat een deel daarvan kwam door een bepaald type donorkraakbeen wat we gebruikten om die neus op te bouwen. En dat is niet zo'n goede keuze gebleken. Dat liep vaak niet zo goed af. Dus we gebruiken dat niet meer. Ja. Nou, dat is wel een heel concreet voorbeeld, hè? En hoe gaat dat nou in de praktijk? Hebben jullie dan geregeld een waardegedreven zorgbespreking of een kwaliteitsbespreking waar je met het hele team naar dit soort data zit te kijken? Hè? Dus dit is de indicator. Je klikt door en dan kun je zelfs een audit van maken. Dan kun je naar niveau van de casus. Hoe gaat dat bij op de afdeling? Nou ja, ik moet zeggen dat dat is ook meteen weer een van de nadelen, dat het grotendeels zelf doen als chirurg. Dus je zorgt er zelf voor dat de juiste patiënten die vragenlijst krijgen. Voorheen was dat op papier, inmiddels is dat wel digitaal. Maar we houden ook zelf bij wat die scores zijn. Die importeren we vervolgens weer in de database. Ja. En dat geeft vervolgens dan deze visuele weergave. Maar dat betekent wel dat er best wel wat handmatig werk nog in zit van onszelf. Ja. Oké. Okay. We gaan terug naar het wetenschappelijk onderzoek. Want wat werkt daar nou en wat werkt er nou niet? Hè? We hebben de praktijkman net aan het woord gehoord. Die heeft uitgelegd hoe die idee, herken je daar dingen in? Ja, dat herken ik helemaal. Bepaalde aspecten komen ook zeker aan bod. Ik heb een slide daarbij. We hebben uit ons onderzoek hebben wij 4 verschillende methodes gevonden die gebruikt worden om te leren en te verbeteren. En zijn benchmarken. Dus eigenlijk het vergelijken en leren op basis van uitkomsten. Dat kan ten opzichte van je collega, dat kan ten opzichte van een andere afdeling. Dan de plan, do, study, act. Dat zijn eigenlijk interne verbetercycli die gehouden worden op basis van promdata. Dan hebben we de dashboard. En dan zijn de prompts en de check in de PDCA-cyclus. Sorry? De prompts zijn de check in de PDCA-cyclus. Zeker, ja precies. Okay. Dan het voorbeeld van dashboarding. Nou, daar hebben we net een heel mooi voorbeeld van gehoord. Waarbij je eigenlijk dus een real-time weergave hebt van je prom-uitkomsten. En de laatste zijn de geaggregeerde rapportages. Dus dat zijn eigenlijk de dashboards, maar dan vaak nog op papier. In onze studie hebben we dus 13 kwantitatieve studies gevonden, waarvan er maar weinig een effectmeting hebben. En dat is ook wat Floris zojuist aanhaalt, want het is heel lastig om op dit moment het effect te meten van je verbetering, van je dashboard of van je benchmarking. Dus dat hebben wij teruggezien en van die studies zien we nog een beperkt effect van de verschillende methodes. En wat zeggen die studies dan in de discussiesectie, waarom dat nog niet duidelijk is? Ja, dat is een hele goede vraag. Het is natuurlijk wel een cruciaal punt, hè? Het moet wel werken at the end of the day. Absoluut, absoluut. En we zien dat het echt nog een heel jong onderzoeksveld is. Okay. Heel veel mensen praten erover. Er is heel veel data. Maar er zijn nog heel veel haken en ogen hieraan. En dat wordt dus heel vaak aangehaald in de discussie. Maar ook in onze kwalitatieve studies zien we dat terug. En die verschillende die mitsen en maren hebben we geschaard onder thema's, waaronder
conceptueel, methodologisch en praktisch. Ja, en met name bij conceptueel heb je het over vertrouwen van de stakeholders en de betrokkenheid van alle stakeholders. Maar methodologisch heb je het dus ook over de complexe statistiek. Werd eerder ook vanavond al aangehaald. Het is lastig om met zoveel data de juiste statistische methodes uit te voeren, zodat zorgverleners ook echt iets hebben aan die uitkomsten waarop ze kunnen verbeteren. En dat hangt ook weer een beetje samen met het vertrouwen in de data. En als laatste, praktisch, ook al eerder aangehaald, mensen moeten getraind worden, er moet geld beschikbaar zijn, er moet een goede infrastructuur zijn. En dat zijn eigenlijk de aspecten van waarom het wel of niet werkt. Maar al met al een heel jong onderzoeksveld. Vind je dan in die literatuur dat daar waar dat allemaal goed geregeld is of wordt, dat het beter gaat of dat er dan wel effecten zichtbaar zijn? Hele goede vraag. We zien, want ik haal nu aan 5 studies die hebben een effect gemeten, maar 8 niet. Maar juist in die 8 zitten hele mooie voorbeelden, meerdere ook uit Nederland, die echt laten zien op een methodologische, correcte manier hoe het zou kunnen gaan werken. Ja. Veelbelovend in mijn optiek, maar ook wel met de kanttekening dat ik hoop dat mensen zoals Floris ook nog een effect gaan laten zien in de literatuur. Dat zou natuurlijk heel waardevol zijn. Een andere vraag, zeggen die reviews ook iets over de rol van de andere teamgenoten dan de dokter? Want ik ga zo naar Hanneke. Zegt die iets over wat de verpleegkundige kan toevoegen hier aan deze toepassing van prompts, leren en verbeteren? Ja, ik denk dat het dan met name in de rol om zo goed mogelijke kwaliteit van de data te verkrijgen. Dat is natuurlijk belangrijk. Er worden een hoop vragen gesteld. En je wil dat de kwaliteit van de data op individueel niveau, dus in de spreekkamer, van zo'n hoog mogelijke kwaliteit is. Maar dat wil je natuurlijk ook op geaggregeerd niveau. En ja, ik denk met name dat ook een rol zoals jij die vervult, daar heel belangrijk is. We zien Hanneke al knikken. Ja, denk ik zeker inderdaad. Verpleegkundigen zijn echt opgeleid om holistisch en persoonsgericht te kijken. En ik denk dat de verpleegkundigen daar ook heel sterk in zijn. En ze zijn natuurlijk heel benaderbaar ook voor patiënten. Dat zien we ook heel vaak. Dat heb ik zelf ook altijd in de spreekkamer gemerkt als ik in gesprek was met patiënten erover. Ze vertellen vaak vaak heel veel aan een verpleegkundige, vaak veel meer dan ook aan een dokter. En dat is denk ik voor heel veel wel herkenbaar. Ik zie dat soort knikken, ja. En dan gaat het ook vaak over echt dingen als angst. Waar ben je bang voor? Wat vind je belangrijk? Ja. Wat vind je belangrijk als het gaat om je dagelijks functioneren, je sociaal functioneren? En dat zijn eigenlijk allemaal domeinen die je ook terug ziet komen in de generieke prompts. Ja. Dus ik denk dat het ontzettend belangrijk is ook om daarin juist ook met verpleegkundigen op te trekken, zodat je dat gesprek ook kan voeren met je patiënt. Dus op het moment dat de patiënt die vragenlijst heeft... Worden jullie daar dan wel in getraind? Want aan de vorige tafel zei iemand, ja, ik ben maar begonnen als dokter, hè, ik was eigenlijk helemaal niet getraind. Zeg je, ja, dit zit eigenlijk veel dichter bij de deskundigheid en ook de opleiding van verpleegkundigen, die generieke prompts, die gewoon gaan over hoe gaat het met je kwaliteit van leven. De dokter vraagt aan mij nooit of ik bang ben. Of, nou, ik denk dat, dat verpleegkundigen, ik denk zeker dat dokters dat ook heel goed kunnen, daar niet van. Maar het zit inderdaad heel dicht bij het verpleegkundig domein. Alleen wat wij, en ik ben zelf dan daarin opgeleid. Tenminste, niet direct voor die prompts, maar wel voor de afnemen van vragenlijsten. En wij trainen nu ook onze verpleegkundigen bij ons in het ziekenhuis, op de polyklinieken bijvoorbeeld, en ook op de verpleegafdeling, om dat wel goed te kunnen doen. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Verpleegkundigen kunnen daar denk ik wat dat betreft een hele belangrijke rol in vervullen. Juist om die data goed te krijgen ook. Want wat je ook zegt over die kwaliteit van die data. Patiënten kan... Hoe dan? Beschrijf jouw werk eens. Wat doe je dan precies? Een gesprek voeren met je patiënt. Ja. En daarin ook verifiëren wat de uitkomsten zijn. Want een patiënt kan een vragenlijst invullen. Maar als hij het niet goed begrijpt, of hij denkt van, nou ja, weet je, ik vul hem nu vlug in en klaar, dan krijg je hele slechte data. Ja. Maar soms dan, doordat je een gesprek voert met je patiënt, kom je er ook vaak veel meer de diepte, of ga je vaak meer de diepte in.
En kun je ook verifiëren. Zo van, ja, u geeft dit aan. Hè, dit is voor mij belangrijk, bijvoorbeeld op functioneren. Maar ik hoor u hele andere dingen zeggen. Hoe verhoudt zich dat ten opzichte wat u hier hebt ingevuld op de vragenlijst? Klopt dat wel? En op die manier krijg en dan, dat leidt wel eens tot aanpassingen van de antwoorden. Ja, ja. En okay. Op die manier kun je ook de juiste data weer doorgeven, ook aan de arts in de spreekkamer. Ja. En ik denk dat je daarmee ook een bijdrage levert aan de kwaliteit juist van de data. Zowel op individueel niveau, maar uiteindelijk natuurlijk ook op geaggregeerd niveau. Hmm. Hebben verpleegkundigen genoeg tijd in dit tijdsgevricht om deze rol te gaan spelen op grote schaal? Gemene vraag, hè? Want ja, het is zeker een uitdagende vraag. Ja. Er zitten een aantal aspecten aan. Het enorme tekort aan verpleegkundigen. Ja, daarom vraag ik hem. Ja, en tijd. Tijd is denk ik overal een enorme discussie. Maar ik denk ja, omdat dit echt iets is waar verpleegkundigen hun vak voor ingaan. Dus hun intrinsieke motivatie is om in gesprek te gaan met de patiënt. Wat te betekenen voor iemand, van waarde zijn voor iemand. Dus wat dat betreft denk ik dat juist verpleegkundigen hier heel enthousiast van worden. Weer terug naar waarom ze vaak het vak zijn ingegaan. Ja, dus ja. Laten we ze veel, laten we maar zeggen, faciliteren om deze rol te gaan spelen. Zoveel als we kunnen. Ja, dat denk ik zeker. Martine, bij jou eigenlijk, hè, want daar heb je vast over nagedacht. Hoe komen we nu verder hiermee? Ja. Het valt mee, hè, van de kijkers 30%. Aan tafel zitten mensen die zijn allemaal enthousiast en gedreven. Maar we weten dat er ook nog anderen zijn. Hoe gaan we dit nou echt laten vliegen? Ja, ik denk eigenlijk door voor te bouwen wat we aan de eerste tafel hebben geleerd en wat Hanneke hier vertelt. Want we zeggen wel met z'n allen, natuurlijk willen wij bijdragen aan wat de patiënt het belangrijkst vindt. Dus aan de patiënt relevante uitkomsten die we toch met prompts proberen te meten. Maar als we dat echt willen doen, dan krijgen we eigenlijk een heleboel algemene uitkomsten van de patiënt cadeau. Waar we als klinici eigenlijk niet aan gewend zijn. Met, ja. Ik hoor jou ook eigenlijk vertellen, ik stuur op de specifieke prompts mijn ziektespecifieke uitkomsten. Want daar ben ik op toegerust, daar doe ik, daar is mijn werk op ingericht. Nou, die zijn natuurlijk het meest sensitief om een behandeling, ja, vaak te meten. Precies, dus dat, ja, die kan je beïnvloeden. Ja. Ja. Nou, wat we nou eigenlijk doen, als we met z'n allen echt vinden dat prompts belangrijker zijn dan klinische uitkomstmaten, of minstens zo belangrijk, dan veranderen we eigenlijk het speelveld. Dan gaan we sturen op dingen waar we eerder nog niet op stuurden. Ja. En dat betekent dat de dingen die we nu doen in de zorg, we weten eigenlijk niet of die ook die nieuwe doelen, hè, die bijvoorbeeld die sociale doelen, of al die doelen die we eigenlijk bij de huisarts lieten liggen of elders, of we die wel beïnvloeden met wat we nu als onze trotse werkzaamheden doen. Want daar zijn we hartstikke goed in geworden. Mogen we denk echt in Nederland heel trots op zijn. Maar we leggen de lat hoger. We zeggen, ja, maar voor de patiënt is niet alleen de klinische uitkomst belangrijk, maar eigenlijk het dagelijks functioneren, mijn hele gezondheid. Dan krijg ik een paar nieuwe uitkomsten cadeau. Ja, eigenlijk, we willen het wel, maar we zijn er nog niet op toegerust. Dus we moeten enerzijds, denk ik, goede data krijgen, zodat we erop vertrouwen. Dus bespreek ze, want dan snap je wat ze betekenen, hoe je ze nog beter kan maken. En vervolgens moeten we zorg ontwikkelen die nieuwe uitkomsten ook verbeteren. Dus we moeten weten als dokter en verpleegkundige, wat moeten wij dan doen om te zorgen dat die depressie bij een zwangere patiënt ook goed wordt opgepakt. Ja. Dat wist ik als gynaecoloog misschien nog niet. Ik ben geen gynaecoloog, maar bij wijze van. Dit is exact het voorbeeld wat ik wilde inbrengen. Hè? Want dat is een van onze prompts na de zwangerschap. En dan vult 15% in dat ze een alarmwaarde hebben op zo'n depressiescreening. Ja, daar moet je toch iets mee. Hè? Maar dat hebben we nog niet georganiseerd. En het is ook mijn expertise niet. Hè? Dus het is heel concreet wat je nu zegt. Ja. Ja, en ik denk de consequentie is dus als we dan één keer weten wat we eigenlijk moeten doen. Hè, dus dan moeten we die prompts aan klinische trials bijvoorbeeld toevoegen als uitkomst. Niet alleen maar meer de klinische uitkomst, maar ook die andere uitkomsten. Als we dat weten, dan moeten we het nog organiseren. Want dan willen we misschien een goed gesprek over met gedeelde besluitvorming in plaats van een 5 minuten consult waarin we nog 3 minuten zitten te registreren. Omdat dat van meerwaarde is gebleken in het onderzoek. Dus het is best een hele grote stap die we gaan zetten. Ik denk een kleine revolutie met, denk ik, heel veel winst. Omdat uiteindelijk we eigenlijk wel weten dat we het liefst willen bijdragen aan de gezondheid van de patiënt in zijn geheel. Ja. En we weten dat revoluties vaak tot grote chaos leiden. Hè? Dus misschien een evolutie met incrementele stapjes naar dit einddoel.
zijn er nog andere dingen die vanuit het onderzoek, hè, wat daar gaat het over vanavond, naar voren komen als belangrijk, als dingen die we moeten gaan doen? Ik denk dat heel veel partijen op individueel niveau in de spreekkamer heel goed bezig zijn. Ja. Maar dat ze zich nog niet beseffen dat ze heel veel waardevolle data hebben. En dat ze inzicht kunnen verkrijgen in die data. En dat ze kunnen kijken naar hun eigen functioneren. Hun functioneren als afdeling. Maar het ook gaan benchmarken ten opzichte van andere afdelingen die ook al... Of elkaar, hè. Ik heb jou een mooi voorbeeld horen noemen, dat je zelfs anders gaat opereren. Hè. Je hebt dat donorkraakbeen verlaten eigenlijk op grond van je prompts. Het lijkt de Martini-kliniek wel, hè. Dat is het grote voorbeeld als je naar de waardegedreven zorgcursus gaat. Ja, in bepaalde indicaties hoor, dat donorkraakbeen. Ja, nee, dat snap ik wel. Dat klopt zeker. Dat leidt uiteindelijk wel toe. Ja, wij zijn ook niet begonnen met het idee, we gaan onszelf, we gaan dit soort dingen eruit halen. We zijn eigenlijk begonnen met überhaupt het eens proberen te meten van wat zo'n operatie überhaupt doet op de klacht die je behandelt. Ja. En later, en dat vind ik zelf ook het grote voordeel, zijn er eigenlijk allemaal onverwachte voordelen uitgekomen uit dat routinematig meten en analyseren dus van die uitkomsten. En dit is er eentje van. En wat ook heel aardig is dat je ook die uitkomsten per jaar kunt gaan uitzetten tegen de tijd, waardoor je een soort van surrogate leercurve als het ware eigenlijk creëert. Ja. Dus allemaal dat soort dingen komen er uit. En dat hadden we van tevoren niet bedacht, maar daar ben je mee bezig en dan probeer je eens wat nieuws. En dan komen er eigenlijk hartstikke leuke dingen uit waar je enorm veel aan hebt. Ja. Jullie zijn als vakgroep natuurlijk wel wat kleiner, dus jullie kunnen de resultaten snel terugbrengen op je eigen functioneren. Ja. Voor grotere vakgroepen is dat natuurlijk een uitdaging. Absoluut. Ja. Nee, het is redelijk, de feedback is vrij direct van die vragenlijsten. Het draait toch vooral om wat jij tijdens die 2,5 uur operatie hebt gedaan, wat de uitkomst bepaalt. Natuurlijk, er zijn dingen die je niet onder controle hebt, wondgenezing of in bepaalde mate complicaties. Maar het is redelijk goed terug te voeren op wat je gedaan hebt in die ingreep. En als het inderdaad een multidisciplinaire behandeling is, wordt dat natuurlijk veel moeilijker. Ja. Maar toch, hè, de samenvatting is voor mij meten is weten en dan kun je ook gaan verbeteren. Hè? Dus dat begrijp ik van jou en jij bevestigt dat eigenlijk een beetje. Martine zegt, we hebben nog een weg te gaan. Maar het is bemoedigend in ieder geval en we hebben handvaten. En wat vind jij, wat zijn jouw laatste woorden aan het gehoor? Want we moeten ook naar de volgende tafel door. Ja, ik zou vooral zeggen, werk en leer ook samen. Dus multidisciplinair. En betrek daar ook in echt die verpleegkundigen. Ja. Ook de verpleegkundige onderzoekers, verpleegwetenschappers bij het analyseren van je data. Ik denk dat ontzettend belangrijk is. Want ja, dan heb je alleen op die manier door samen te werken, denk ik dat je goede data kan krijgen. En daarmee dus ook daadwerkelijk kunt gaan verbeteren. Ja. Oké, hartstikke goed. Ik wil jullie graag bedanken voor jullie aanwezigheid en jullie inbreng en discussie. En we gaan door naar de volgende tafel. We zijn weer terug met de derde tafel. En ik zeg maar, wat gaat nu over geld, hè? Over kost en kostering. Het heikele onderwerp, denk ik. Heel anders. We hebben eerst, om iedereen een beetje in de stemming te brengen voor dit onderwerp, hebben een poll. Dus die gaan we doen. En u kunt het gewoon zien wat daar de bedoeling is. Dat kunt u invullen. Ondertussen gaan we even de sprekers of de tafelgasten aan u voorstellen. Maura Leuzer, onderzoeker bij de ESAPM. Vertel eens, wat doe je daar? Ja, ik ben bezig met mijn promotietraject. Het gaat over kost in de zorg en waardegedreven zorg. Ja. Ja. Naast jou zit Kees Aals, ook van de ESAPM. En die behoeft hier nauwelijks introductie, want die is hier bijna altijd. Kees is hoogleraar Health Services en Management aan de ESAPM. Welkom, Kees.
En aan de overkant zit Desira Lopez Barreto. En ja, jij bent onderzoeker, hè? Ja, ik ben postdoc en projectleider Value-Based Healthcare in het Maastad Ziekenhuis. Wauw. Ja. En jullie noemen het daar nog Value-Based Healthcare? Ja, nog steeds wel. Is er een verschil met waardegedreven zorg wat jou betreft of niet? Ja, ik denk dat in essentie dat we teruggaan weer naar wat is nou waardevol voor de patiënt. Ja. En dat niet uitmaakt welke label je erop gaat plakken. Ja. Maar, ja. Ja. Maar jullie zijn kennelijk vroeg ingestapt en toen was dat nog een hele gangbare kreet. Ja. Nou, laten we eens kijken wat er uit de poll is gekomen. De stelling was: de kosten zijn de blinde vlek in uitkomstgerichte zorg. Bijzondere frasering. Nou, daar zijn heel veel mensen het mee eens. En ook wat neutraal. De blinde vlek. Is dat zo? Ja en nee. We weten meestal gemiddelde kosten hier in de zorg. Maar inmiddels uit dit onderzoek blijkt ook dat we al best veel weten over hoe we kosten nou goed kunnen meten. En hoe we deze kunnen gebruiken om waardegedreven zorg te faciliteren. Ja. Ja. Dus ja en nee, begrijpelijk. Kees, wat jou betreft, want jij denkt hier ook veel over na, over dit vraagstuk. Ja, ik vind de uitslag van de poll wat positiever nog dan ik verwacht had. Okay. Ik had gedacht dat veel meer mensen de blinde vlek zouden vinden. Omdat, ja, dat hebben we ook denk ik vanavond gehoord aan beide tafels. Als het gaat om waardegedreven zorg, is heel veel activiteit. Ik ken geen ziekenhuis meer die er niet mee bezig is. Nee. Maar dan gaat het wel vaak over onderwerpen als samen beslissen of proms in de spreekkamer. Ja, de uitkomsten boven de uitkomsten. Streep. Boven de streep eigenlijk. En ik had nog een hogere uitslag verwacht in termen van mensen die denken dat het nog een blinde vlek is. Ja, akkoord. Nou, jij ook even, Desira, wat vind jij van deze uitslag? Ja, van deze ik sluit me eigenlijk aan bij Kees inderdaad. Ja. Ik had hem ook net misschien iets minder positief ingezien, maar... Ja, het is wel mooi om toch te zien dat mensen er positief in staan. Ja. Ja. Nou, ondertussen is ook Peter Domen aangeschoven, maar dan digitaal. Peter, goedenavond. Wij waren al even begonnen, maar fijn dat je er bent. Peter is senior beleidsadviseur bij de Nederlandse Zorgautoriteit. Die denkt ook heel erg graag na over innovatie van bekostering op zo'n manier dat het ook uitkomstgerichte zorg ondersteunt. En we hebben net, ik weet niet Peter of je het mee hebt gekregen, maar we hebben een poll onder de kijkers gedaan. En dat was een reactie op de stelling dat de kosten de blinde vlek zijn van waardegedreven zorg, van uitkomstgerichte zorg. En er was bijna iedereen het mee eens. En ik maakte het rondje langs de tafelgasten en dat ben jij ook. Verras je dat, deze uitkomst? Nou, een beetje wel. Ik hoorde trouwens wat Kees aangaf. Ik ben het ook helemaal met hem eens. Hè. Vaak hebben we het over inderdaad de uitkomsten en de transparantie van de uitkomsten van zorg en het gesprek erover. En wat minder vaak over kosten. Wat net zo belangrijk is natuurlijk, hè, in de verdeling voor waardegedreven zorg. Dus ja, het verbaast me wel. Ja. En dan hebben we het over kosten en nog niet eens over bekostiging. Hè? Precies, ja, dat is de volgende stap dan. Ja, dat is dan de volgende stap en daar zijn we nog niet zo heel erg dichtbij, denk ik, als we naar heel Nederland kijken. Maura, ja, even bij jou, hè, want jij doet dat onderzoek, dus je weet er vast heel veel van hoe anderen daar tegenaan kijken. Waarom is dat nou belangrijk eigenlijk, dat meten van die kosten? Is dat nou wel nodig? Kunnen we niet gewoon lekker op die uitkomsten, want dat... spreekt veel meer aan, dat zei Kees ook. Iedereen is daarmee bezig en die kosten nog nauwelijks. Hoe is het nodig of niet? Ja, ik denk het wel. Ja? Ja, omdat het procesverbetering faciliteert. Dus hiermee kun je juist kijken hoe je goede uitkomsten op een duurzamere manier kunt bereiken. Ja. Hoe gaat dat dan? Leg eens uit. Nou, we zien dat er best veel studies zijn die vinden dat door het toepassen van een nauwkeurige kostenmeetmethode, we juist kunnen kijken waar de kosten er vandaan komen en waar ze kunnen worden verminderd, zonder dat de uitkomsten slechter uitvallen. Want vaak hebben wij het hier over procesverbetering of organisatie van een zorgpad. Maar zonder die inzichten, die nauwkeurige inzichten in de kosten, weet je niet waar je op moet gaan sturen. En zo zijn zorgaanbieders anders ook niet in staat om erop te gaan sturen. Ja, juist. Dus ja. Het draagt bij aan duurzaamheid van de zorg. Hè. En toen noemden we het houdbare zorg. En nu moeten we het volgens coalitie-akkoord passende zorg noemen. Maar jij zegt, dan is het echt belangrijk om te kijken
welke stappen in het proces eigenlijk niet nodig zijn en die kunnen we eruit halen. Zo begrijp ik het tenminste. En dan doen we ook wat aan de kosten of is dat te simpel geredeneerd? Dit is heel simpel. Ja. Wij hebben eigenlijk 4 manieren gevonden waarmee kosteninformatie waardegedreven zorg heeft bevorderd in de literatuur. Nou, dat zijn moet je even vertellen dan. Ja, dat zijn 4 factoren. Het ene is het doelmatige aanpassen van zorgpaden, dus een stap eruit halen of juist stappen veranderen, zodat ze misschien op een ander dag gebeuren. Ja. Zelfs dat een patiënt op een ander dag binnenkomt, zulke dingen. Dan hebben wij gevonden het identificeren van kostenfactoren. Waar komen de kosten juist er vandaan? Heeft het met je personeel te maken? Heeft het met bepaalde materialen te maken? Of bijvoorbeeld kun je deze verminderen door in technologie te gaan investeren? Dat is meestal een best grote vraag. Het vergelijken van kosten tussen behandelopties was de derde. En de vierde was juist het volledige meten van kosten voor een hele zorgpad. En niet dus een gemiddelde waarde, maar juist bijvoorbeeld per patient journey of per patiëntengroep. Zodat je ook inschatting kunt maken. Gaan we die trouwens ook met de patiënt bespreken? De kosten van de voor hem of haar verschillende behandelopties? Nou, ik kijk even naar Kees, wat zijn mening is hierover. Ja, laten we maar beginnen om het met de mensen rondom een zorgpad te bespreken, zou ik zeggen. En want dat is, kijk, dan ga ik meteen misschien een beetje naar time-driven activity-based costing. Dat is natuurlijk een hele systematische manier. Ja. Eigenlijk, wat heel, heel grappig is, aan de vorige tafel ging het over leren en verbeteren, maar dan natuurlijk vooral over uitkomsten. En eigenlijk is wat time-driven activity-based costing doet een beetje hetzelfde. Hè? Je gaat een process map maken of een metrolijn. Je gaat kijken naar hoeveel tijd... Kun je even time-driven activity-based costing voor de 8% beginnenden onder het gehoor uitleggen wat dat is? Want dat begrijpt niet iedereen. Ja, als ik het heel beknopt wil houden, zou ik zeggen... time-driven activity-based costing zit natuurlijk in het woord time-driven. Hè? Dus je bent geïnteresseerd in de directe kosten, de tijd die besteed wordt in het zorgpad aan de patiënt. En daar hangen kosten mee samen. En in time-driven activity-based costing ga je vervolgens kijken welke andere dingen uit de indirecte kosten je nog zou kunnen toerekenen aan dat zorgpad. Hè. Dus voor de hand ligt, als je bijvoorbeeld capaciteit gebruikt, de MRI. Hè, die MRI is natuurlijk ooit aangeschaft. Daar zijn kosten mee verbonden. Dus de radiologie en het laboratoria bijvoorbeeld. Dat eigenlijk als je de Harvard Business School starter kit, die zou ik onmiddellijk downloaden als je er iets mee wil. Ja. Dus kun je gewoon Harvard Business School starter kit kun je gewoon op internet vinden. Dan zul je zien dat je eigenlijk al een hele mooie stap doet als je die eerste 2 niveaus, die directe kosten de ondersteuning, indirecte kosten van radiologie en lab bijvoorbeeld. En dan kun je verder nog kijken of je nog meer kunt toerekenen. Maar ja, ik vind dat zelf al wel wat verder afstaan. Hè. De schoonmaakkosten, de HR-afdeling, de ICT-afdeling, de raad van bestuur. Hè. Dat zijn ook, eigenlijk ook kosten die je zou moeten toerekenen naar het geheel. Maar die time-driven activity-based kosten, die zegt eigenlijk, nou probeer nu juist op de eerste 2 niveaus goed binnen te halen. En dan gaat het om tijd. Het gaat om capaciteit. En daarbij is in time-driven activity-based costing, vind ik dat ook heel netjes. Je zegt, het gaat niet om de theoretische capaciteit, maar om de praktische capaciteit. Hè, wat benut je echt? En dan gaat het natuurlijk om materialen. En zo probeer je dat in zicht te krijgen om het gesprek met elkaar te voeren over hoe je het zorgpad nog beter kunt organiseren. Maar hoe moeilijk is dat om dat allemaal te doen? Het vraagt wel tijd in het begin om het op te zetten, zeker. Puur omdat nu de systemen daarvoor niet bestaan. We hebben die inzichten nog niet. We weten nog niet welke indirecte kosten waar belangrijk zijn. En dit moet je echt multidisciplinair met een team gaan uitzoeken. En dit doen wij nu ook in het Reinier de Graaf, ja. En dat is dus een centraal team? Ja, idealiter wel. Want je wilt juist de expert erbij betrekken. We zien eigenlijk ook uit ons onderzoek dat een van de kenmerken voor succes is dat je expert input gebruikt of benut om juist te checken dat je aannames kloppen. Want
Ja, het is en juist... wat voor experts zijn dat dan? Wat bedoel je dan? Ik heb het over zorgprofessionals, mensen die, dus in het Engelstalige zeggen ze experts, daarmee bedoel ik dus zorgprofessionals. Dus, ja, zorgprofessionals, je bedoelt daar niet de kostenexperts mee. Nee, absoluut niet. En Kees suggereert dat ook helemaal niet nodig is, omdat als je van Harvard Business School die matrix downloadt, ja, je begint te lachen, hè? We hebben vandaag nog in een andere discussie gezeten hierover, daar was Peter ook bij, die gaan we zo ook vragen wat hij hiervan vindt. Het is verdomd ingewikkeld. Hè? Ja, maar ik denk dat Maastricht daar ook een mooi voorbeeld in is. Het vragen naar de tijd die experts besteden aan bepaalde handelingen in dat zorgpad. Ja. Dat ook met observaties ondersteunen. Soms ook met data timestamps in het EPD laten ondersteunen. Dat weer terugbrengen, valideren. Dat jullie ervaring daar echt heel goed mee is. Ja, nou ja, het is zeker arbeidsintensief. Dat is wel het geval. Maar wat onze ervaring ook is dat er al heel veel informatie in het ziekenhuis al aanwezig is om dit ook daadwerkelijk op te pakken. En nou ja, eigenlijk net zoals dat je met PROMS een heel multidisciplinair team samenstelt, hebben wij dat eigenlijk ook gedaan door met verschillende, nou ja, ook de business controllers, de mensen van BI erbij hebben betrokken. Maar ook, nou ja, als je kijkt naar de zorgprofessionals, om nou ja, al die activiteiten ook goed te kunnen loggen. En waar voor ons ook vooral de winst ook in zat, is doordat je al heel je procesmap of je waardeketen eigenlijk in kaart brengt, je ook inzicht krijgt in alle handelingen die eigenlijk niet normaal gesproken in zo'n DBC zitten. En die haal je er nu dus eigenlijk wel uit. Ja. Dan zie je ook dat ook op het kostengebied, dat je eigenlijk met verschillende experts op verschillende vlakken en niveaus met elkaar in gesprek gaat daarover. En daar ook die time-driven activity-based costing aan kan invullen en geven. Ja, en worden die professionals en die controllers daar niet heel erg onrustig van? Want ik stel me zo voor dat je erachter kan komen dat de kostenschatting zoals die in het verleden ooit gemaakt is helemaal niet klopt. Dat het veel duurder of veel goedkoper is. En dan moet je toch ook met budgetten gaan schuiven misschien wel intern of niet? Of is het zover nog niet? Nou ja, het is in die zin zijn ze bij ons heel erg enthousiast. En zitten de hele gedreven mensen die hier ook daadwerkelijk mee aan de slag gaan juist... vanwege die verschuiving van oké, we willen echt waarde toevoegen en dat willen we op verschillende niveaus gaan doen en ook gaan kijken. En juist af van die blinde vlek eigenlijk. Dus dat is ook voor hun een drive om dit te gaan doen. En ook vooral om, dat stukje duurzaam wat je eigenlijk neerzet, is om, stel dat het uit zou kunnen komen dat je wat gunstiger gaat zitten. Of dan betekent dat eigenlijk dat je geld van de zorg op een andere manier zou kunnen, kan gaan investeren in bijvoorbeeld innovatie. Ja. Dus dat zijn meer de kansen die daar is dan ook liggen. Is dat ook de potentiële winst? Hè? Want ik herken heel erg die blinde vlek. Als ik mij op de afdeling ga vragen, weet jij ongeveer hoeveel die behandeling kost waarvoor je gekomen bent? Geen idee. Hè? Nee. Allemaal. Dus ik herken daar mezelf ook heel goed in, hè, die uitslag van die poll. Ja. Maar als je dat wel gaat doen, wat levert dat dan op voor de zorgaanbieder? Nou ja, je krijgt eigenlijk stuurinformatie ook. Hè. Ja. Bijvoorbeeld als ik kijk binnen de reumatologie, zeker in zo'n eerste jaar, dan gebeurt er heel veel voor zo'n patiënt. En die moet dan ook misschien vaker naar het ziekenhuis toe komen. En heel veel van die consulten worden bijvoorbeeld bij een reumatoloog gedaan. Terwijl een aantal dingen zouden best wel bij een reumaverpleegkundige kunnen. Ja. Dus je gaat dan ook echt gaan kijken naar van, hé, hoe zou je zorg ook op die manier dan effectiever kunnen inrichten. En ik denk dat als je als behandelteam die inzichten hebt, dat je daar ook daadwerkelijk mee aan de slag kan gaan. Ja, ik hoor je dit zeggen, hè, maar als die verpleegkundige de enige is die patiënt ziet, dan kan er, dacht ik, geen hele DBC worden geschreven. Ik ga nu even naar Peter. Hoe volg jij deze discussie, Peter? Hoe ver is de werkelijkheid nog verwijderd van TDABC? Hè? Het is duidelijk dat Kees daar groot voorstander van is om dat te gaan doen. Hij knikt nog even bevestigend. Hoe kijk jij hier tegenaan? Ik kijk vooral vanuit het bekostigingsperspectief tegen deze ontwikkeling aan. En wat belangrijk is vanuit het bekostigingsperspectief is dat de bekostiging inderdaad deze beweging faciliteert. Hè? Dus dat
men aan de slag gaat met het berekenen van kostprijzen. Niet alleen voor een individuele zorgaanbieder, maar over het hele zorgpad. Mm-hmm. Het is vooral belangrijk dat die bekostiging die richting die gestelde doelen zeg maar, stimuleert en niet in de weg zit. Hè. Dus dat is denk ik heel erg vanuit bekostigingsperspectief belangrijk. En ook een belangrijke taak zowel voor de NZA als voor de zorgverzekeraars. Om het best passende bekostigingsmodel te koppelen zeg maar, aan de beweging die men wil inzetten, ook ten aanzien van de kosten. Ja, en ik hoor je ook zeggen, dat triggert mij, niet de individuele stukjes, de fragmenten, maar precies. Het hele zorgpad. En daar zeg je eigenlijk ook mee, volgens mij, dat een te nemen stap ooit ook bundelbekostiging is, hè, integrale bekostiging. Of vergis ik me daarin? Ja, nee, dat klopt. Dat zou heel goed kunnen. Dat klopt. Ja, en daar doen we op dit moment ook onderzoek naar wat zijn de effecten van de experimenten die nu gaande zijn. Met bundelbekostiging. Maar dat is een mogelijke richting die we op zouden moeten gaan met elkaar. Ja, dat klopt. Ja. Bundelbekostiging staat bekend omdat dat het samenwerking prikkelt. En dat is eigenlijk de kern van waardegedreven zorg. Hè, dat je rondom het zorgpad met elkaar echt gaat samenwerken. Ja. Even ter plekke een stelling. Hè. Zonder bundelbekostiging geen uitkomstbekostiging. Wat vind je ervan? Ik denk dat we echt nog veel meer moeten experimenteren met alternatieve vormen van betaling. Ja. En de bundelbekostiging is denk ik daar een mooi voorbeeld van. Maar je zou kunnen denken echt een bekostiging waarbij je ook nog een koppeling maakt aan uitkomsten. Dat waar we eerder vandaag over spraken. Ja. En, ik denk dat die weg lijkt me heel interessant. Ik merk dat dat heel lastig is, dat het houden bij het oude, het contact tussen zorgverzekeraar en zorgaanbieder, het contract voor het ziekenhuis, een plafond erin. Hè, dat is natuurlijk allemaal hoe we het nu doen. Ja. Dus die stap naar dat nieuwe is niet makkelijk. Nee, hè, want eigenlijk heb je het dan. Ik heb dat ook gezien. Hè, wat Peter daar in andere mythen kunnen we de kijker er niet mee vermoeien. Maar eigenlijk is het lonkende perspectief, de stip op de horizon, is uiteindelijk gewoon. Met z'n allen samenwerken en naar goede uitkomsten en goede uitkomstbekostiging komen. En dat is een hele lange stap, een hele verre grote stap, denk ik. Hè. En dat is een stelselwijziging, toch? Of niet? Waar we het dan over hebben. Ga ik ook zo aan Peter vragen, hoor. Ja. Ik weet niet of een stelselwijziging daarvoor nodig is. Peter, wat denk jij? Ik denk het ook niet. Ik denk dat ons huidige stelsel voldoende mogelijkheden biedt om in ieder geval aan de slag te gaan hè, met bundelbekostiging. We moeten inderdaad altijd een beetje oppassen met stelselwijzigingen, want dat zorgt ook voor heel veel andere gedoe. Hè. Verlies aan informatie, heel veel extra transactiekosten om een nieuw stelsel. Dat kan misschien afleiden van het echte doel wat we met elkaar willen bereiken. Dus nogmaals, ik denk dat er heel veel mogelijk is binnen ons huidige stelsel en de manier hoe we de zorg bekostigen. Ja. Ik denk er misschien wat te eenvoudig over, maar ik zeg altijd we hebben het over die uitkomsten, daar moeten we ons op gaan richten. Maar we betalen niet voor de uitkomsten, maar voor de behandeling. Hè. Dus eigenlijk zeg je tegen het elftal, jullie moeten anders gaan voetballen, maar we veranderen de regels van het spel veranderen we niet. Of vind je dat te simpel? Dat is wel ook wel een moeilijke vraag. Kijk, een stelselwijziging, misschien dat je wel het bekostigingsmodel wil aanpassen. Kijk, een stelselwijziging gaat denk ik veel, veel verder. Dan heb je het ook over, wil je dat aanbieders met elkaar concurreren? Wil je dat verzekeraars met elkaar concurreren? Dus dat gaat veel verder. Ik denk dat we eerst ervaring moeten opdoen met de experimenten die nu gaande zijn. En daar goed te kijken van, wat gaat er goed en wat gaat er mis? Of wat zijn de barrières? Kunnen we die wegnemen binnen het bestaande stelsel? En als dat niet mogelijk is, dan moet je eventueel kijken van oké, wat moeten we dan echt fundamenteel veranderen in ons bekostigingsmodel? Maar zover zijn we nog lang niet, denk ik, om eerlijk te zijn. Nou, laten we terug gaan naar de wetenschap even, want jij inventariseert dat. Hè? Zijn er hoopgevende experimenten? Ben je best practices tegengekomen waarvan je zegt, zoals zij doen, werkt het? Jazeker. We hebben heel breed gezocht. We hebben 215 studies geïncludeerd. Dus echt alle studies die waardegedreven zorg en samen met kosten hebben bekeken.
En er zijn nu heel nieuwe studies die uitkomen. 46% van al onze inclusies zijn uit de afgelopen 2 jaar. En een paar, eerder dit jaar en het einde van het afgelopen jaar zijn uitgekomen waar ze ook kosten en proms bijvoorbeeld hebben vergeleken. Ja. Dus dat is echt patient level value analysis. Betekent dus we kunnen kijken wat zijn de kosten en uitkomsten per patiënt. Zoals Porter het wilde, hè? Ja, eigenlijk wel. De uitkomsten en de kosten op het niveau van de individuele patiënt. Precies. En dit gebeurt nu ook op het klinische vak. Dus er zijn ook studies die klinische uitkomsten met kosten kunnen vergelijken. Deze zijn die komen vooral uit de VS. Mm-hmm. Het zijn ook vooral simpele zorgpaden in die zin dat het orthopedische, chirurgische zorgpaden zijn of ze komen uit de oncologie. En nu maar langzaam. Het is toch geen simpel zorgpad? Dan moet je worden nabehandeld enzovoort. Of hebben ze alleen gewoon door elkaar genomen dan? Ja, ze hebben dan bijvoorbeeld een bepaalde behandeling genomen met een stukje voor begin van de zorgpad en tot een nabehandeld punt. Ja, toch wel. Punt. Okay. Ja, wel. Ja. Maar ze maken toch vaak de keuze voor iets wat makkelijk te meten is in die zin. Vanwege de hoge arbeidsinzet van TDABC. Ja. Maar er komen nu ook meerdere studies, die nieuwere studies, die ook op langere termijn kijken. Dus het ene voorbeeld waar ze patient prompts hebben vergelijken met kosten, was voor een hele episode of care van 1 jaar. Mm-hmm. Dus dit bestaat nu wel. En wat vinden ze dan als ze dat in kaart hebben? Wat gebeurt er dan vervolgens? Ze vinden vooral dat tot nu toe dat kosten geen directe relatie hebben met de uitkomst. Nee. Dus dat vraagt eigenlijk meer onderzoek. Het is een heel jong gebied, maar het zegt ook heel veel over waar ons werk nog in zit. Dus het geeft ons heel veel inzicht over waar we nog verder over moeten gaan onderzoeken. Ja. Maar ik vind het juist heel interessant om dit zo te zien. Ja, nou probeer ik even aan elkaar te plakken wat je in het begin zei en nu. Hè. Mm. Je zei het is wel heel belangrijk om die kosten te weten voor optimalisatie van het proces. Precies. Klopt dat? Maar verwacht niet dat daarmee ook de uitkomsten verbeteren. Want dat zeg je nu. Het is mogelijk om bijvoorbeeld dezelfde uitkomst met lagere kosten te behalen. Ja. Waardoor bijvoorbeeld waarde kan worden verbeterd. Dan is de waarde beter. Hè? Ja. Ja. Dan moeten ze aan allebei de velden werken. Ja. Zeker. En even, Kees, hoe nou zijn wij in Nederland, we worden gezien als koploperland. Maar we noemden al de Verenigde Staten, hè, dat zijn bepaalde stukken van de Verenigde Staten, weten we ook wel. Wat zijn de internationale ontwikkelingen zoals jij die ziet? Ja, nou dat is heel leuk. De studie van Maura heeft ons in contact gebracht met Anna Etkes. Die heeft ook zo'nzelfde soort review gedaan en zij was bezig met een initiatief te nemen om wereldwijd, hè, want er is natuurlijk al een paar keer vanavond aan deze tafel gezegd, hey, je moet er wel een inspanning voor doen om die goede voorbeelden op tafel te krijgen. Het idee wat is ontstaan is om die goede voorbeelden met elkaar uit te wisselen. Hè, er zijn in de VS, in de UK, Oostenrijk, Ierland, ik vergeet pas vastbare landen zijn allemaal op dit moment natuurlijk ook, wordt er gewerkt met TDABC. Op 27, 28 mei is er een bijeenkomst van die mensen die daarmee bezig zijn om die goede voorbeelden uit te wisselen. En een beetje naar analogie van Aantjom is het idee ontstaan om wereldwijd die goede voorbeelden met elkaar uit te wisselen en een beetje te benchmarken. En dat wordt gedaan door een scientific committee waar onder andere Robert Kaplan in zit. De uitvinder van TDABC. Ja. En samen met Jan Hazelzet ben ik dan voor Nederland om de Nederlandse voorbeelden uit de geboortezorg bijvoorbeeld, waar je ook bij betrokken bent, om die voorbeelden in te brengen. Ja. En als je daarmee bezig bent, hè, en misschien ook wel gewoon met de projecten met Maura, zoals we die samen ook elders in Nederland doen, en je kijkt 5 jaar vooruit, wat zou je dan graag bereikt willen hebben? Op het punt van kosten of zelfs bekostiging misschien? Ja, ik denk dat we echt stappen maken in meer inzicht in kosten. Hè, dat ook gebruiken voor het verbeteren van processen. Maar misschien toch ook wel een beetje in mindset. Hè. Bij kosten denkt iedereen altijd aan kosten minimaliseren. Hè. Ja. Dat,
En uit het gesprek wat ik vandaag met Peter met jou had, maakte Peter opmerking, eigenlijk zou je niet moeten denken aan kosten minimaliseren, maar aan waarde maximaliseren. He, dan begin je natuurlijk bij wat die patiënt belangrijk vindt, ja, en die uitkomsten, maar ga je ook kijken naar de kosten en waar die kosten gemaakt worden. Ja. Ja, dat is een doel wat vast minder weerstand zal geven, hè? Maar je werkt dan toch ook aan de kosten, want die staan onder de strepen en die veranderen de verhouding tussen die twee. Hoe zit het in jouw ziekenhuis? Waar willen jullie staan over 5 jaar met kosten en bekostiging? Ik denk dat we vooral ook de multimorbiditeit van de patiëntengroepen hierin willen meenemen. Want dat was één iets wat, nou ja, waar wij dan binnen die time-driven activity-based costing tegenaan liepen eigenlijk. Is dat je eigenlijk die multimobiliteit onvoldoende hierin meeneemt. En ook die tijdschattingen dan net iets accurater kan verkrijgen. Dus ik denk dat dat ook, nou ja, dat is een van ons streven om wel echt richting een, nou ja, time-driven activity-based costing methodiek te gaan met behulp van die fuzzy logic. Om daar ook die multimobiliteit mee te kunnen tackelen. Ik heb een stelling is het eigenlijk uit het gehoor van Rob Batenburg de Jong. En voor degenen die hem niet kennen, dat is de chef waardegedreven zorg uit de Erasmus MC. En die stelt dat de bekostiging door verzekeraars, tussen haakjes, is vaak niet direct gecorreleerd met de werkelijke kosten die gemaakt worden. En daarom is het huidige stelsel wel degelijk een belemmering. Nou, Peter, misschien voor jou een kans om daar iets van te vinden. En ik wil eigenlijk ook van jou weten of jij internationale ontwikkelingen ziet van, laten we maar zeggen, de buitenlandse marktmeesters. Ik weet niet hoe ze heten, maar ze zijn er vast. Ja, nou, dat laatste is een goede vraag. Om eerst even op het eerste te reflecteren. Ik denk dat dat zo zou moeten zijn. Hè? Dus dat die bekosting gekoppeld zou moeten zijn aan zeg maar de interne wereld, hè, binnen het ziekenhuis of binnen andere zorgaanbieders. De kosten, dat daar, nou ja, een goede relatie tussen is en een goede, de werkelijkheid vertegenwoordigt, zeg maar. Dat is vaak nog niet zo. Dus daar is heel veel werk te doen. En tegelijkertijd is er denk ik ook wel een angst om daar heel transparant over te zijn. Ik denk, wat ik ook aan het begin aangaf, is dat je wel met elkaar het vertrouwen moet creëren. Dat je niet alleen over de uitkomsten met elkaar kan spreken, maar ook met elkaar kan spreken over de kosten van de zorg. En daar een open gesprek over te doen. Ja. Maar ook in de zin van, ja, wat is bijvoorbeeld, wat vinden wij qua winstmarge, om maar even te zeggen. Dat is misschien een vieze woord hoor, in de zorg. Maar welke marge hebben wij er als verzekeraar voor over richting een zorgaanbieder? Hè? Dat soort gesprekken moet je met elkaar, denk ik, in vertrouwen open en eerlijk kunnen voeren. Zonder dat je meteen daarna door een verzekeraar wordt afgerekend. Hè? Als nou blijkt dat je in de benchmark te duur bent, dat je niet meteen daarmee om je oren wordt geslagen, maar dat je het gesprek hebt van oké, hoe kunnen we dat dan doelmatiger krijgen? Zeg. En misschien ook, Peter, wat ga je met die marge doen? Hè? Want wij hebben als zorgaanbieders echt wel wat winst nodig om te kunnen investeren in innovatie, hè, waar de samenleving keihard om roept. Ja. Wat vind je daarvan? Nou, dat gesprek moet dus plaatsvinden tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar in dit geval. Op basis van die werkelijke kosten. Hè? Dus als je, nou ja, de kosten in kaart hebt gebracht. En dat je daarna met elkaar het gesprek over hebt. Van ja, wat vinden wij een acceptabele, redelijke marge om op langere termijn bepaalde investeringen en innovaties te kunnen doorvoeren. Ja, en hoeveel dat dan moet zijn, welk percentage, dat vind ik nu moeilijk te zeggen. Maar dat moet je met elkaar open en eerlijk over kunnen spreken. En dat je niet in de situatie komt dat alle marge meteen wordt afgesnoept. Omdat, nou ja, vanuit benchmarks of wat dan ook. Dus ja, daar zul je met elkaar goede afspraken over. Ja. En dat gesprek vindt denk ik niet heel veel plaats. We hebben nog 2 minuten, Peter. En jij mag beginnen met de famous last words aan het publiek van vanavond. In 1 zin, wat zou je ze mee willen geven? Creëer dus met elkaar een omgeving. Hè? En dan heb ik het over verzekeraar en zorgaanbieder. Om dus met elkaar open en eerlijk te kunnen spreken over de kosten en wat acceptabel is. En dat je er ook samen aan werkt van waar kunnen we efficiënter werken met elkaar. Dus dat zou ik meegeven. Dus ja, creëer een veilige omgeving waarin je dat gesprek kan voeren. Oké, zegt de marktmeester. Wat zegt het ziekenhuis dus hier?
Ja, het ziekenhuis zegt gewoon, ga ermee aan de slag. Maar nou ja, meet naast de kosten ook echt de uitkomsten om die relatie te kunnen maken. Ja. Wat zegt het onderzoek? Ja, het onderzoek zegt dat het geen blinde vlek is en dat je er gewoon mee moet starten. Ja, gewoon doen. Gewoon doen, ja. Ja. En ondertussen evalueren en kennis verzamelen. Precies, ja. En de best practices volgen die we al kennen. Ja. Kees, wat zeg jij? Een beetje in de lijn ook die Derisa zegt van ja, werk aan beide. Hè. Dus het gaat om waarde. En ik denk dat dan in die waardediscussie is kosten belangrijk. TDABC is denk ik een methode waarmee je dat in ieder geval die true cost op tafel krijgt. Ja, en dan hoop ik ook dat men beter voorbereid is voor het gesprek over bekostiging. Ja. Dat lijkt me een mooi einde. Want de tijd om het af te sluiten is aangebroken. En ik wil jullie en alle andere sprekers, tafelgasten, enorm bedanken voor jullie inbreng. Ja, ik vond het mooi en ik heb zelf in ieder geval weer een hoop geleerd. Dank aan de kijkers ook. Voor het meedoen. En op 19 mei hebben we een volgende landelijke netwerkbijeenkomst. Van data naar dashboard heet dat. Nou, dat raakt ook aan dingen die we vanavond hebben besproken. Nogmaals, vult u alsjeblieft de evaluatie in. Want dan kunnen wij zelf ook blijven leren en verbeteren en het goede gesprek blijven voeren hier aan tafel. En daar gaat het allemaal om. De vragen die binnen zijn gekomen. Ik heb er wel een paar gezien, maar niet vreselijk veel die we niet behandeld hebben. Maar dat zullen we alsnog doen per e-mail, zoals u ook van ons gewend bent. En daarmee sluiten we de sessie af. Een fijne avond allemaal. Graag tot ziens.